Wonen en werken bij Sindion doen wij zo normaal mogelijk. Midden in de maatschappij en passend bij jouw ondersteuningsvraag. Wij ondersteunen jou waar nodig. We werken met profielen. In deze profielen kun je opzoeken hoe zelfstandig je bent en welke ondersteuning je van een begeleider nodig hebt. Er zijn profielen voor wonen en werk en dagbesteding. Als je bij Sindion komt wonen of naar werk en dagbesteding komt, dan kijken wij welk profiel het beste bij je past op dat moment. Binnen dit profiel zoeken wij een passende plek voor jou. Op deze plek bieden begeleiders je de juiste ondersteuning. Heb jij bijvoorbeeld weinig ondersteuning nodig en kan jij veel zelfstandig, dan past het profiel zelfstandig begeleid wonen wellicht het beste bij jou. Of vind je het moeilijk om je eigen tijd in te delen en heb je veel directe ondersteuning nodig? Dan zou jij baat hebben bij direct contact met je begeleider en medebewoners. Dan past het profiel wonen in nabijheid veel beter bij jouw ondersteuningsvraag. Zo werkt dit ook bij de profielen voor werk in dagbesteding. Door te ontwikkelen leer je nieuwe dingen bij. Dan heb je misschien minder ondersteuning nodig. Soms wordt je ondersteuningsvraag juist groter, bijvoorbeeld door het ouder worden. Als de veranderingen groot zijn, kan het betekenen dat een ander profiel beter bij je ondersteuningsvraag past. Dan wissel je van profiel. Bij Syndion stellen we elk jaar een ondersteuningsplan op. Hierin staat jouw profiel beschreven. Dit plan bespreken we elk kwartaal met je. Als je profiel verandert, dan kan het zijn dat we niet meer de juiste ondersteuning kunnen geven op de locatie waar je woont of werkt. Samen bekijken we dan of een andere locatie beter bij je past. Want wij vinden het belangrijk dat jij de juiste ondersteuning krijgt. Samen met jou en je netwerk blijven we met elkaar in gesprek. Want Sindion doen we samen.